Hartelijk welkom, dames en heren, vanuit een lege gemeente. We hadden het graag zo anders gezien, maar dit jaar geen kerstvoorstellingen, geen Pump Up the 90s, geen Steenwijker Boys kersttoernooi, geen kerstcircus en al helemaal geen Terug naar Steenwijk. Maar daar hebben wij wat op bedacht. Wij hebben zijn bescheidenheid, onze meeste verslaggever, columnist uit Steenwijk, bereid gevonden het unieke kerstverhaal, het Steenwijker kerstverhaal van George Huisman voor te dragen. Ik wens u daarbij veel plezier, ik wens u prettige dagen en een fantastisch uiteinde. Kerstmis in Steenwijk 2021. We hadden ons heel wat voor voorgesteld misschien, maar we verkeerden thans weer in een lockdown. En ik denk bij mezelf, we moeten er maar het beste van maken. Beter maken, anders maken, nieuwer maken. We gaan het doen in Steenwijk. Als je terugkijkt, dan valt er ook veel, veel beter te maken. Ga je bijvoorbeeld met de trein, kom je in Steenwijk aan en je stapt uit. En je ziet dat ranzige stationsgebouw van ons. Gebouwd van glas, plastic en steen. Dan denk je, hier valt er heel veel beter van te maken. Het Beb Musterman gaat van nog enige kleur aan. Maar sinds Beb met de bloemhandel vertrokken is, valt er niks meer van te maken. Opbouwen, zeggen ze. We gaan het vernieuwen. Maar veel steenwijkers denken van, sloop was het beste geweest en herbouwen in de oude stijl. Gaan we iets verder, lopen we tegen het oude LTS-gebouw aan. Wat thans de stenen spontaan uit de muur vallen. Notabene op een plek waar kinderen leren te metselen. Aan de muur hangt nou een stalen constructie waar je misschien eerder een kerstverlichting verwacht. Maar het schiet niet op, we hopen op betere tijden. De belabberde verkeerssituatie, ook zoiets in het centrum. Het moet gewoon beter. Vroeger was een rotonde aan de Korp het Singel klachtenvrij. Don van der Veen klaagt altijd over het zebrapad in de bocht bij de HEMA en gelijk heeft hij. Niemand kan er een touw aan vastknopen. Wie bedenkt zoiets en wie voert het uit? Zeg het maar. Het beste van maken, ook op de rottende restanten van het welkoopgebouw. De strijd tussen Wopke Klaver en de gemeente loopt eigenlijk de spuigaat uit. Het is al jarenlang een spel van wel eens niet eens. En ik hoop dat ze allemaal een beetje volwassen worden en denken van jongens, waar zijn we mee bezig? Niemand is hierbij gebaat. Het zijn maar enkele voorbeelden. Het is kerst en dan moet je niet te zwart kijken. Het zou mooi zijn, maar dat we gewoon een beetje feest konden vieren. Het zit er niet in. De corona heeft alles verpest. Normaal zou je denken van kerst in Ramsvoerten, prachtig. Ons mooie stadstuin met de hetjes, de eendjes en wat al niet meer. Gooi een band op het podium, gloewijntje erbij, alle steenwijkers tevreden. Heb je dan nog geen goed gevoel, ben je geen echte steenwijker. Of anders, kerst op de stadswallen. In 1500 nog wat ze stoer verdedigden van de Korp en zijn schutterie. Gooi de grote kerstboom neer, het schaap is erop en hup, feestvieren. Dat zit er niet in. Kerst in de spijkervetstallen bijvoorbeeld, dat gaat ook niet meer gebeuren. Een van onze betere paarden van Steenwijk wordt eruit gemonjourd. BA, ons culturele raspaardje, moet vertrekken. Er schijnt een museum in te komen. BA is geen museumstuk. Ik hoop dat ze een mooi plekje elders krijgen. Wat corona ook heeft verpest, is natuurlijk kerstvieren samen op de markt. Het had het mooi geweest. De grootste boom van de Wolberg omzagen, planten hem op de markt, hangen, ik weet niet hoeveel leggies in. Laat de fontein in alle kleuren spuiten. Zet een leuke meiden van Ten Legs en even naar die 10 beentjes kijken. En het had zo mooi kunnen zijn. Het kan helaas niet doorgaan. Maar wat natuurlijk het mooiste zou zijn, het ultieme, de Steenwijkertoren als kerstboom. Een 80 meter hoge boom. Als je de lichtjes erin hangt, daar heb ik wel een oplossing voor. Al die soldaten uit de kazerne weg, van de postkazerne. Normaal willen ze altijd graag abseilen van de kerk. Nou mogen ze de lichtjes in hangen. Wat zal dat mooi zijn. Landelijke aandacht, ik zweer het u. En natuurlijk in de kerk een levende kerst al.
Bram Harmsma als het kinderke Jezus. Siep van der Laan als het reservekind. Volker Jellesma, Harry van den Berg en Peter Sandbergen als de drie wijzen uit het oosten. En Jeanette Marinus als de heilige maagd Maria natuurlijk. Alle gekheid op een stokje natuurlijk. Ik wens je gewoon prettige feestdagen. In ons prachtige mooie Steenwijk. En als ik zeg prachtige mooie Steenwijk, denk ik toch weer even terug aan Bea van de Spijkervetstallen. Bij het cabaret terug naar Steenwijk zingt ze het zo mooi. Ik ben nergens zo graag als in Steenwijk, mijn stad. Ik hoef niet over grenzen, ik heb het daar gauw gehad. Laat mij hier maar dwalen, heel rustig en loon. Ik ben gelukkig in Steenwijk, stad van mijn droom. Vrolijk kerstfeest.